Kijk naar jouw pad, loop je pad zo goed je kan. En while you're doing it, have fun with it, weet je dat. Maar was het voor jou ook niet zwaar om ten tijde van je relatie met Anouk, dat je zoveel onder druk stond van de pers en van de mensen, iedereen had een mening over jou. Ja. Had het ook moeite of moeilijk, was dat ook moeilijker voor jou om muziek te maken? Ja, was wel even was pittig, weet je maar. Daarin ook moest ik mijn peace vinden en ik ben nu zo'n persoon van, vooral mezelf vergeef ik als eerst. Het is niet om mij mezelf te vergeven, maar ik heb zoiets van, je kan jezelf niet blijven bieten. Want als er een judgment komt, ben ik de man in the mirror. Ik check altijd mezelf. Als er iets fout gaat, ga ik gelijk in de spiegel, wat heb je gedaan? Wat had je beter kunnen doen? En ik was daar misschien te ver in doorgegaan. Daarom toen ik werd nog ineens aangevallen door de pers. Ik ging zelf opeens heftig in de verdediging. En dat weet je, als je zoiets hebt van, hey, je gooit wat, hey, die man gaat opeens heftig lopen verdedigen. Er is wat aan de hand. Dan gaan ze verder dieken. En ik maar beschermen en van, nee, hey, ik ben mijn eigen man, weet je. Ik heb ook mijn muziek. En het was allemaal zo van, man, wat doe je? Dus dat is ook een reflectie waar ik kijk van, come on, weet je. Dat is heel moeilijk, maar ik denk dat het juist daarom zo joyful is geworden voor mij. Omdat het, ja, als je eruit komt, dan kijk je achteraf en dan denk je, waarom? Waarom heb je zo druk gemaakt? Maar ja, je weet toch, als je in een moment zit soms, dan kun je even niet die afstand ervan nemen. Ook al zeggen mensen om je heen van, hey, be cool. En nu gelukkig, daarom zeg ik van, als je achteraf kijkt en de relatie is cool nu, en we hebben gewoon 3 kindjes op te voeden samen, en, dan begrijp je wel van, ja, dat is gewoon een moment van woede. Ik denk dat ook die fases van scheiding, ik weet niet precies hoe ze die noemen, toch? Er hebben toch een paar fases waar je in gaat. Ik denk dat ik op dat moment ook in zo'n fase dat ik zoiets had van, nee man, een soort van boze fase en een soort van dat ik mijn eigen wilde beschermen. En nu denk ik dat ik met ook therapie, muziek toch, schrijf dingen van je af, kijk terug. Hé, wanneer was het cool met me? Wanneer ging het wel flex met me? En daar voed ik dan, laat maar zeggen, daar heb ik mijn inspiratie uit. Nog ineens uit nieuwe dingen die ik heb meegemaakt. Ook bepaalde dingen. Wat ik zeg met zo'n ratrace, gewoon over nu. Ja. Maar of bij deze begin ik oldschool. Weet je, echt na 1990 of zo. Tot, laat maar zeggen, 2005, 2006. Toen dat echt was gebeurd. Ja. Dus je kijkt gewoon over een bepaalde tijd heen. En dan pak de positieve dingen eruit. Omdat zoiets van, wat heeft me, laat maar zeggen, blij gemaakt? En daar kijk ik vandaag elke dag naar, van wat maakt me blij? Weet je? En daar wil ik me aan vasthouden. En niet te veel, zeg toch, oordelen of naar anderen kijken of vergelijken. Kijk naar jouw pad, loop je pad zo goed je kan. En while you're doing it, have fun with it, weet je dat. En dat is het belangrijkste. Ja. Ik heb het gevoel dat je nu in ieder geval gelukkiger bent dan je de afgelopen 5, 6, 7 jaar geweest bent. Ja, zeker. En nog steeds heb ik zoiets van, zal ik altijd dat ding van documents en dingen wat we hebben bereikt, zal ik altijd naar terugblikken, omdat het gewoon, dat is het waarom ik het nu nog vandaag doe. Dat is de reden dat ik het überhaupt nog kan doen vandaag. Dus ik kijk er nooit naar terug van, hé, want dat is het begin van, laat maar zeggen, van professioneel worden en gewoon een carrière hebben in de muziek. Dus ik kijk altijd terug naar die tijd van, joh, dat is het begin. Maar daarom, dat is waar het veranderde. Maar daarom zei ik ook 5, 6 jaar geleden. Ik bedoel, denk dat je 10, 12 jaar geleden was je ook heel gelukkig met wat je deed. Ja. En dat is, dat is heel mooi. Was je poosje downhill? Ja, heel downhill. Maar dat was ik nog cooler bij downhill. Ja, nee, er al 5, 6 jaar zijn. Ja. Dankjewel voor je tijd. Jij ook bedankt. Ja. Thanks for having me. Ja. Succes. Ja.